De prachtige kapel van het Oud Kindersanatorium in Halle was voor één avond het speelveld van internationaal bekend performer Nick Stuur. De installatie Piece of Time is fascinerend om naar te kijken. Maar ook het publiek speelt er een belangrijke rol in. Ik probeer met 32 mensen 32 metronomen te synchroniseren in een installatie, een piramide die 7 bij 7 is en 4,5 meter hoog. En deze piramide heeft dezelfde dimensies als de grote piramide in Giza. Alleen dan 33 keer kleiner. En daarbinnenin hangen de metronomen en daaromheen zitten de mensen, het publiek. Het publiek is bij deze performance strikt gelimiteerd en wordt door het betreden van de ruimte ook meteen een onderdeel van het kunstwerk. Alles hoort erbij, elke baksteen in deze ruimte, de seconde dat je hier binnenstapt, de koude lucht die nu een wolk vormt, het staal, de metronomen, alles wat er gebeurt, alles wat iemand zegt, hoort er voor mij bij. Alles is er, dus waarom zou het er niet mogen zijn? Als installatie is A Piece of Time een fascinerend gegeven. Maar is dit nu theater, performance of een optreden? Ik zou het een ervaring willen noemen die op verschillende plekken zou kunnen gebeuren. Als het in een theater gebeurt, hè, dan noemen mensen het vaak theater, maar soms gebeurt het buiten of op locatie. Ik zelf maak vaak performances, installaties waarbinnen ik dan actief deelneem of perform of waarin ik het publiek uitnodig. Ja, geef het een naam. Het maakt me echt niet uit. De eerste rij heeft 32 mensen. Achter 32 metronomen zitten. Tweede rij, of derde rij, dat zijn eigenlijk een beetje observeerders van wat de eerste rij allemaal aan het doen is. Hele andere ervaring, maar wel niet meer of minder waardig. Maar het blijft en het moet inderdaad intiem blijven. Als je te ver weg zit, dan voel je je niet meer verbonden met wat er gebeurt in het midden van die piramide. Achter elke metronoom zit een toeschouwer en dan worden er instructies gegeven. Het heeft een hoge concentratie nodig. Het is, alles is mechanisch, dus er is niks nep of niks elektrisch of niks digitaal. Of alles wat ik doe is heel zichtbaar, heel echt. Maar ook het doel om die metronomen te synchroniseren, dat is gewoon het doel. Ik ga er elke keer weer voor om 32 metronomen synchroon te krijgen, maar het is nooit nog perfect gelukt. Daarom doe ik het ook nog. Nick Stuur is met zijn performance nog diverse malen te bekijken en te beleven in Vlaanderen.